Dames en heren, hartelijk welkom bij No Limits 2, weer een aflevering. En ik ga zo na het intro vertellen wat we gaan doen in deze te gekke aflevering. Tot na het intro. Oké, people, let's go to work. Ik heb natuurlijk op escape gedrukt en dat betekent dat het spel afsluit. Nou, heel mooi. Hij laat, maar dat ga ik ondertussen even kort vertellen. Joey Wolfs is een klasgenootje van mij. Helemaal fan van kermissen, pretparken, noem maar op. En die heeft gezegd, Vincent, weet je al iets over No Limits 2? Ik zeg, ja, het is een spel, maar ik vond hem iets te duur om te kopen. Toen zegt Joey van, nou, je krijgt hem van mij gewoon cadeau dat je hem gewoon kan spelen. Voor je kanaal. Maar dan wil ik wel dat je even mijn naam noemt en mijn naam noemt en de website. Ik zeg, nou, dat is geen enkel probleem. Want ik vind het ook leuk dat andere mensen kunnen zien wat jouw hobby's zijn. Want hij is in de ICT bezig en hij houdt heel van kermissen, pretpark. Hij heeft een eigen forum. Dus wil je meer weten van No Limits, wil je discussiëren met hem en andere mensen? Ga even op het forum kijken. En wie weet krijgen wij op ons eigen forum van Disneycraft ook nog wel een subobject met No Limits. Hij zegt, je moet Toga Park kiezen, want het Toga Park, voor mij in mijn hoofd heet het Toga Park, dat is het zwaarste park van heel No Limits. Dus die trekt het zwaarste uit je computer. En ik begreep eigenlijk in het begin niet wat er mis mee was, maar het is donker en alle lichteffecten maken deze ja, echt ontzettend vet. Nou, wat hebben we hier zo? We hebben een mooi licht van No Limits hier. En dat zweeft in de lucht, die beamer. Of wat is het, een beamer denk ik. Nou, en dit is een kermisattractie en het is net als Minecraft, die kan gewoon lopen en rennen. En de Tango, die is niet eens opgebouwd jongens. De Tango is niet eens opgebouwd. Maar deze, daar gaan we voor jongens, de Looping Coaster. Nou, het lijkt als je hem begint lijkt het een beetje Minecraft. Nou, ik ga naar binnen, even rennen. Kijk hoe snel die rent jongen. Oh, en de attractie, hij is nog niet verder. Wacht, we gaan vooraan, hè? Want vooraan is de plek om in de achtbaan te zitten. Zo. Gaat hem zeker worden. We gaan hierin. Kom op. Oh, sesam openen. Gaat die poortjes open? Kom op. Kom op nou. Oké, ik tel tot 3 nummers en ben je open. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, goed zo. Oké, en in die achtbaan. Oh ja, we gaan erin. Zo, oké. Ik zit vast. En er is ook niemand die die attractie bestuurt, hè. Geweldig. Zo. Au. Nou, daar gaan we, jongens. Echt een hele aparte, dit is ook een kermisachtbaan volgens mij met die loopings. Ik heb die wel eens gezien op de Tilburgse kermis ongeveer 3, 4, 5 jaar geleden dacht ik dat die stond. Dat is een heel groot plein en daar stoppen ze altijd een hele grote achtbaan. Maar ik vind de Tilburgse kermis altijd geweldig en daar besteed ik echt wel 20, 30 euro aan uit. Omdat het gewoon ontzettend gaaf is om die achtbanen te doen op een kermis. Nou, dat is de eerste looping. Dat moet, als het goed zijn er 5 loopings. Echt een turbo afbaantje hoor dit. Deze gaat echt hard, dat is de tweede looping. En dan komt gelijk de derde natuurlijk achteraan. Woe! En dan gaat er een lekker vaartje in zich, die achtbaan. Zit ook heel compact in elkaar. Hij heeft, gaat elke keer een soort van rondjes. Ik denk dat dadelijk wel de vierde looping komt. Oh, fantastisch, deze achtbaan is fantastisch. Ja, daar komt hij hoor. En dat is de vierde looping. En dan komt er natuurlijk nog een laatste looping, dat is de vijfde. Huppakee. Fantastisch gedaan, hè? De Olympische Spelen achtbaan. Daar lijkt het natuurlijk wel op met die kleuren. En nog een keer remmen en dan krijgen we volgens mij de laatste afdaling. Nou, die gaat natuurlijk wat minder hard, maar die is wel heel vet door die scherpe bocht. En die mooie stalen supports. Prachtig gedaan. Echt heel schitterend gedaan. Ja, ziet er goed uit. Deze achtbaan is ontzettend leuk. En natuurlijk, zoals in aflevering 1 gaan we nog meer attracties bezoeken natuurlijk. Maar er zijn heel weinig downloads, dus ik kan heel weinig achtbanen vinden die door mensen zijn gemaakt. Want mensen maken het, je kan achtbanen maken, omdat het spel natuurlijk vrij nieuw is. Dus je kan eigenlijk alleen nog maar de attracties bereiden die in het spel zelf zijn gemaakt door de maker zelf. En ik vind dit wel ontzettend leuk om te zien. De Munchalupings. Volgens mij bestaat deze achtbaan wel hoor. Kijk eens wat een prachtig ding en hoe soepel die ging ook. fantastisch. Jammer dat die kermis... Oh! Die arm deed het wel. Hij stond gewoon in de lucht waarschijnlijk. Oké, als het kan, gaan we naar die... Oh. Verschillende standpunten. Kijken of ik eruit kan. En omhoog. Alsjeblieft. Ja, ik wil eruit. Kom op. Oh, ik ben eruit. Ja, zo. En dan gaan we naar de uitgang. Oké, dat is een beetje een rare uitgang om onder de attractie door te gaan. Want het hoort eigenlijk beveiligd te zijn. Vooral om hier te lopen lijkt me geen pretje. Wel vet om te zien trouwens. Even kijken. Achtbaan vertrekt dadelijk. Nog even kijken. Ja, de poortjes gaan dicht. Dit is wel gaaf om even onder de achtbaan door te lopen. Dat zie je niet zo vaak. Kijk eens. Oh, fantastisch jongens. Karretjes aan de wieltjes aan de zijkant. Zo hoort het ook. Zijkant, onderkant en bovenkant als het goed is. En dan gaat het helemaal omhoog. En we lopen eventjes onder de achtbaan door. Om te kijken hoe dat precies in zijn werking gaat. Maar hier hoor je natuurlijk niet te komen. Hè? Dat snappen jullie ook wel. Hij is bijna boven. En daar gaat hij hoor. Nou, het is fantastisch om hier doorheen te lopen ook. Verschrikkelijk vet. En de eerste looping. Het is een soort van schuine looping. Want die andere zijn recht. Zie je dat? Maar als je dan... Even kijken. Als je dan hier staat. Kunnen we er onderdoor. Kom op. Kan je kruipen? Nee. Oh, dan moet ik helemaal omlopen, jongens. Oh. Ik zit helemaal vast. Ik zit helemaal... Oh shit, nou zit ik echt vast. Huh? Ik kan wel springen. Kan ik over dit ding? Nee. Oké, dit is creepy. Moment. Even eromheen lopen. Zo, rennen. Ik ben benieuwd of je ook in dat ding kan. In die kermisattractie. Wat ging ik hier nou ook weer doen? Ik weet het niet. Ik weet niet waarom. Ik wou er gewoon uitlopen. Ja, want die zwarte looping die is een soort van schuin. Maar die lijkt terecht. Zie je? Want het is ook een grotere looping dan die andere. En we gaan nou in deze attractie. Als die omhoog komt, ik denk het niet. Oh! Nee, dan ga je in de achtbaan. Nee, ik denk niet dat je hierin kan, in die tango. Wel gaaf dat ding zeg. Het rijdt wel heel vreemd, vind ik. De tango. Hoor die muziek, jongens. Vet. Oké, dan gaan we nog even wat playen. Dus we gaan nog even een level doen. Play. En even kijken. Ja, Da Vinci, ik probeerde een achtbaan te doen, maar dat is heel raar. Dat zit heel moeilijk in elkaar. Als we kijken naar de home. Nee, library. Dan kunnen we nog een achtbaan wel kiezen. Nou, welke hebben we nog niet gehad? We hebben de Quasi nog niet gehad. Maar die is van No Limits 1, zie ik nu. En de Kumba hebben we ook nog niet gehad. En de Scriptpark, Schwarzwald, Scenic Run. Hebben we niet zo'n kleine achtbaan? Zo'n minietje? Dat vind ik ook zo cute. Wilderness Park. Die hebben we ook nog niet gehad volgens mij, hè? Even kijken. Hebben we Wilderness Park gehad? Ja, hebben we al gehad. Natuurlijk, die zag er heel vet uit. Die moet je natuurlijk als eerste doen. Even kijken, de Flying Beast. Hebben we die al gehad? Flying Beast. Die staat er niet bij. Volgens mij moeten we die nog doen. Flying Beast. Oké, we gaan de Flying Beast doen. Een vliegende achtbaan. Dat is leuk. En een beetje wat ik hier zie, een beetje een bosomgeving. Het ziet eruit als een beetje een, ja, hoe noem je dat? Zo'n natuuromgevingje. Zo'n woedomgeving. Een houtomgeving, weet je wel. Creating trains. Nou, hij gaat de treintjes maken. En hij gaat gewoon al die dingen laden die hij nodig heeft om die achtbaan te realiseren. Simulatie. En ik weet niet of die doorgaat, want volgens mij loopt er iets vast. Nee, hij gaat nog door met laden. Gewoon, het kost gewoon heel veel tijd om te laden. Maar jongens, Joey Wolfs, hele aardige jongen dat hij mij dit spel heeft gegund. Ik geniet er nog elke keer van. En vorige keer waren de views best wel hoog. Dat ik dacht van nou, er zijn toch mensen die geïnteresseerd zijn in deze video van No Limits. En we zitten gelijk in de achtbaan. Kijk eens. Oh, chips. We gaan gelijk op zijn kop, jongens. Oh, wauw. Dus je kijkt eigenlijk naar de grond zo, hè? Oh, dit is fantastisch. Gewoon, dan moet je eigenlijk zo met je armen zo, hè? Helemaal laag bij de grond. Vet. Ah, dat vind ik vet. Heel apart, dit. Ook als je zo kijkt. Oeh, dat is creepy. Nou, mooi trappetje. Mooie kleur ook. Nou, hij is helemaal oranje, ziet met geel. Is apart. Een aparte keuze, maar het ziet er wel apart uit. En een vlieger moet eigenlijk naar beneden kijken. Dus we kijken eigenlijk zo naar de grond. En heeft alleen dit omgeving heeft hij eigenlijk met bomen gemaakt. Het lijkt me onnodig om de rest ook met bomen te mooi te maken. Oh jee. En ja, die supports zijn ook heel vet, joh. Oké, daar gaan we, jongens. Ik wil eigenlijk naar onder kijken, maar ik kijk een beetje omhoog. Om een beetje die achtbaan layout te kunnen zien. Oh shit. Oh! Geel altijd. Al fantastisch. Vet, vet gedaan. Die schaduw ook, jongens. Woe! Awesome. Het is net of ik vlieg. Oh, die anderen gaan. Kijk, daar gaan we, jongens. Daar zitten we in. Vooraan. Oeh, oh my god. Oh my god, dat is creepy. Oh my god. Zo, dit is één grote looping dat. Of zo creepy dit. Gelijke bocht. Ja, vloeiend, vloeiend. Fantastisch. Remmetjes. Ja, dit is fantastisch gedaan. Die looping was nou wel vet. Jammer dat ik even wegschakelde. En dan hoop ik dat we weer rechtop komen. Oh, langs het station, joh. Moet je kijken. Hij heeft volgens mij 3 stations. Oh, dat meen je niet. 2 stations zo. Oh, wat gaaf. Dat is vet. Beetje Vliegende Hollander ideeën voor de mensen die niet weten hoe dat idee zit. Maar inderdaad, af en toe gaat die baan heen en weer schuiven zodat de achtbaan verder kan rijden. Heel fantastisch gedaan. Ook gaaf. Ik heb nog nooit in zo'n achtbaan gezeten. In zo'n, dat je op je buik zit. Dat heb ik eigenlijk nog nooit. Nee, dat... vet. Kijk, daar gaan ze hoor. Dan gaat die achtbaan. Gaaf hoor. Er kunnen best wel veel karretjes gaan nu. Ontzettend gaaf achtbaan vind ik deze. Echt heel vet gedaan. Kan ik uitstappen? Nee, laten ze me zo. Oh, daar gaan ze. Ga ik rechtop, zo. Ja. Vet. Oh, vet. Je kan ook nog draaien, zo zie ik. Ja, je hebt ook walk mode, maar ik weet niet wat de walk mode is. Ik weet het echt niet. Nou, escape. Dan sluiten we gelijk af. Doen we nog 1 achtbaan, want we deden altijd 3 achtbanen in 1 video. En ik denk dat ik de Spine Melter doet. Ja, die ziet er ontzettend strak uit. Is geïmporteerd vanaf No Limits 1. No Limits 1 is natuurlijk wel illegaal te vinden. No Limits 2, dat wordt moeilijker. Maar mocht je geïnteresseerd zijn, je kan hem ook gewoon natuurlijk kopen. Dat is wel zo netjes. No Limits 1 is een wat minder mooie simulatie. Maar alsnog een hele realistische simulatie. En deze achtbaan die we gaan rijden is dus geïmporteerd vanaf deel 1. Dus mocht je deel 1 hebben gespeeld en je kent deze achtbaan, dan heb je een goed geheugen, denk ik. Nou ja, daar ga ik wel vanuit natuurlijk. En ja, dit is dan een groene achtbaan wat ik zie. Wit met blauw, dat zijn altijd hele mooie kleuren. En we beginnen gelijk. Heel simpel station. Ook weer een bosomgeving. Gaat niet heel hoog zie ik, maar wel redelijk. En ja, het water ziet er verschrikkelijk mooi uit. Kijk, verschillende standpunten kan je die vind ik ook wel gaaf deze jongens. Maar kijken, kan je nog bewegen zo? Gaaf hè? Ta 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 ta. Vet. Oh, dit is fly mode, dit is vliegmode. Kan je helemaal door de achtbaan kijken. Vet hoor. Oké, ik snap het nu een beetje. Hij is bijna. Het duurt wel lang met toetakelen, zeg. Hè? Dat is best wel een flinke baan. Kijken. Ik kan heel veel mooie shots maken, joh. Moet je kijken. Van, ik kan niet eens naar beneden, maakt niet uit. Oh, zo. Oké, we gaan zo in de achtbaan, hoor. Don't worry, we gaan erin. Zo. We zitten niet vooraan. Jammer. Ik wil vooraan, jongens. Nou, dat, ja, we zitten niet helemaal vooraan, maar oké, het zei het zo. Remmen! Het zou zijn als je altijd met armen zo omhoog zitten. Ja, ik mag niet te veel afleiden met zo'n ritje. Dus ik ben voornamelijk zit ik heel stil. goed, toch? Oké, mensen. Totdat de achtbaan stopt, beweeg ik niet. En dan gaat hij, hoor. Het zijn mooie beelden, hoor. Moet je kijken. Ik kan helaas inzoomen. Ik kan er helemaal omheen draaien. En heel langzaam... Kijk die bomen, die zijn gewoon 2D. Oh, dat is vet zo. Vet. Ik vond deze achtbaan ook goed gekeurd. En zeker weten een heel aangenaam spel. En als ik daar nog even doorheen mag vliegen. Grafisch ziet het er gewoon fantastisch mooi uit. En ik heb gewoon weer niks te klagen over deze aflevering. Nee. Nou ja. Voordat ik echt ga proberen om eigen achtbanen te ontwerpen, wil ik in de volgende aflevering nogmaals een paar achtbanen gaan bereiden. En wanneer de downloads komen, dus we kunnen mensen hun achtbanen testen. En wie weet zit er wel een achtbaan bij die jullie hebben gemaakt. Dan wil ik die zeker laten zien in de video. Dus mocht je No Limits hebben, No Limits 1, ik weet niet of je No Limits banen in No Limits 2 kan zetten. Dat zou vet zijn. Want als dat kan, dan wil ik gewoon jullie kunstwerk, als jullie zo'n achtbaan hebben, dat weet ik niet zeker. Maar als jullie zo'n meesterwerkje hebben, dan wil ik die gaan rijden. En laat het me weten in de comments. En stuur ons gewoon een mailtje naar mijn e-mailadres. En bedankt voor het kijken naar deze No Limits achtbaan. Vergeet natuurlijk niet even te kijken op Joey Wolfs website. Onder in de beschrijving staat een en alle informatie. En tot de volgende keer. Ik zwaai weer, want we zeggen doei doei! Ik ben een beetje misselijk van die achtbanen.